Ik ben weer in het ziekenhuis. De borst ineens een stuk kleiner was dan mijn linker. Toen ik naar de gynaecoloog moest, zag hij eigenlijk al dat, vond hij het er al niet goed uitzien. Dus... Dat is lekker. Wij gaan een hele lieve volger van ons bezoeken. Ja. Dus dan bevriezen ze die tumoren, waardoor het niet verder groeit. Nog niet zo lang geleden hebben wij een vlog online gedaan met heel verdrietig nieuws. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben weer in het ziekenhuis, want als het goed is de 5e keer van mijn chemotabletten hoop ik te kunnen gaan ophalen. Ik wil eerst bloed prikken zoals altijd, maar ja, ik ben mijn papiertje kwijt. Dus die ga ik eerst eventjes halen. Nou jongens, ik ben het wezen bloedprikken bij de arts geweest. En ik mag weer door naar kuur 5 van de 8. Ik ben over de helft jongens. Bloed zag er eigenlijk heel goed uit. Waar vorige keer een paar puntjes van de leverwaarde nog rood waren, zitten ze nu eigenlijk goed. Dus het lijkt wel weer alsof mijn lichaam zich een beetje aan het aanpassen is en het goed aan kan. Dus daar ben ik heel blij mee, want dat betekent dat ik gewoon de kuur af kan maken. Dus dat is wel heel erg fijn. En zo gaan we door en zo krijg ik toch wel een beetje zelfvertrouwen. Hello. Mijn moeder belt me, want ze staat voor de deur. Ja. Zij komt me even halen, want ik moet vandaag naar de gynaecoloog. En naar mijn bossen te opvullen. Nou, dat is nog eens een date, hè man? Nou, echt. Gewoon, jij moet zeggen, ik moet rijden nu, hè? Ja, oké. Okay. Ik heb weer de hele Vroondouw gezien. Ja, nee, dat is goed. Zo, nou, wie made it? Ja, we gaan dus eventjes naar de plastisch chirurg, of waarschijnlijk dat de verpleegkundige doet. Omdat me was opgevallen dat mijn rechterborst ineens een stuk kleiner was dan mijn linker. Nu was dat blijkbaar al tijdens de operatie, dat links wel wat groter was. Maar ik ben ook nog eens bestraald. En ik heb gemerkt dat mijn ventiel van mijn tissue expander zat eerst bovenop en ik voel hem nu onder. Oh. Dus hij is waarschijnlijk gedraaid. Ik weet niet of dat erg is, maar ik ga het toch even voorleggen. Ik heb toch een beetje zoiets van toen ik naar die masseur was, van heb ik hem misschien toch te veel opgelegd. Op een gegeven moment had ik ook een beetje pijn eraan. Ja. Maar ja, dus dat gaan we even vragen. En ze zei, nou weet je wat, we gaan gewoon in de tussentijd even die rechter nog een beetje oppompen. Ja, ik zit op de wc in het ziekenhuis. Ik heb dus een afspraak bij de gynaecoloog. En omdat het zo droog is en de vorige keer echt niet fijn was, heb ik een soort van verdovende crème gekregen. Gel. Instella gel. Dus die ga ik even inbrengen. Het breekt. Nou, ik ben terug van de gynaecoloog. Gelukkig heeft hij in ieder geval op het eerste oog niks geks gezien. Want toen ik daar voor het eerst kwam, dat was januari denk ik 2021. Toen bleek dat ik een voorstadium van baarmoederhalskanker had. Toen ik naar de gynaecoloog moest, zag hij eigenlijk al dat... vond hij het er al niet goed uitzien. Dus het is al een geruststelling dat hij in ieder geval op het blote oog niks geks ziet. Wil niet zeggen dat er natuurlijk uit een test wel ineens iets kan komen. Maar nou, blote ogen zag er in ieder geval niks geks uit. Ook over het droge randje en zo heeft hij naar gekeken. Maar ook daar ziet hij gelukkig niks geks. Dus dat is heel fijn. Verder was ik ook bij de plastisch chirurg, de verpleegkundige. Omdat mijn rechterborst... ziet gewoon ineens een stuk kleiner uit dan mijn linker. Maar ja, dat kan dus ook komen door de bestraling. En ze zegt, ja, ik vind hem toch wel erg strak. Dus om hem nou te gaan vullen, ik denk dat dat heel oncomfortabel gaat zijn. Dus ik doe dat liever voordat we gaan opereren, dat we daar een datum voor hebben. Dan... dat we dan vlak daarvoor hem nog eventjes vullen. Maar dan loop je niet zo lang met een oncomfortabel
gevoel. Dus daar ben ik mee akkoord gegaan. Al met al dus gewoon even een prima dagje in het ziekenhuis. En hopelijk over 3 weken krijg ik een goede uitslag via de telefoon over het uitstrijkje. En ja, en dan zien we verder wanneer de vervolgcontrole gaat zijn. We hebben geen oog dicht gedaan, omdat ook Jesse natuurlijk geen oog heeft dicht gedaan vanwege de jeuk. Hij heeft de waterpokken. En Flink ook. Het zit overal. In zijn onderbroek, in zijn oor, op zijn gezicht, op zijn rug, op zijn buik. Op zijn hoofd, die zijn op zijn hoofd. Ja, die voel je gewoon door zijn haren heen. Dat is gewoon heel zielig. Arme schat. Arme schattie. Arme schattie. Nou hebben we van alles gelezen. En iets met havermout. Dat zou werken, et cetera. En menthol. En nu heeft mijn moeder op de weg terug ook al van alles in huis gehaald. Iets met talkpoeder waar menthol in zit. Iets van Luca Vitaal, anti-jeukcreme. Maar deze leek ons nog het meest interessant. Waterpokkenbehandeling met een soft brush. En daar zit ook die havermout extract in. En het verkoelt en helpt jeuk verlichten en voorkomt littekenvorming. Dat is ook wel fijn. Mom knows. Don't tell mom, mom knows. Je hoeft een moeder niet te vertellen hoe ze haar kind moet behandelen. Zij weet wat haar kleine nodig heeft. Is ze op zoek naar verlichting, dan zijn wij er. Ja, dus we gaan het even uitproberen, want het is zo zielig. Don't tell mom. Oh ja, ook op je been. En op je voet. Ja. Niet leuk, hè? Nee. Nou, we gaan je even helpen, schat. Beetje koud, hè? Is wel lekker? Ja. Nou, onze lieve schat, die zit nog helemaal onder de waterpokken. En daar hebben we heel erg vaak het advies gekregen om een havermoutbadje te maken. Laten we nou net het bad eruit hebben gesloopt. Ja. Dus nu doen we het in een zwembadje. En ook nog in een hydrofiele doek. We gaan het gewoon proberen. Ga maar liggen, schat. Nee, dat is het niet. Nee? Nee. Dan moet je even doen. Oh, alvast even deze doen. Wow. Wow. Ik heb werkelijk geen idee hoeveel erin moet. Nee. Nee. Reggie. Nee. Ja. Dat is heel goed lekker in de jeuk. Goed zo. Ga maar lekker in liggen, schat. Ha. Oké. Ga maar op je buik liggen. Oh nee. Jij bent zo schattig. Schat, nog meer. Liefje, ga jij maar even erin liggen. Dan doe ik daarna erbij, ja? Watervlokken. Ga maar liggen. Dan ga ik het ook nog in de hydrofiele doek doen. Kom je dan erbij? Ja, dan kom ik soort van erbij. Mag ik deze even een beetje op jouw gezichtje doen? Kijk, er komt wat melkachtig uit, hè? Lijkt het wel. En dan gaan we ook op jouw hoofdje doen, want daar heb je ook heel veel, hè? Hoe komt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Het is een virus, schat. Wat? Ja, jouw rug zit helemaal onder, schat. Nee. Ja. Waarom dan? Ja, dat is een virus, schat. Dat is lekker. Ja, dat is lekker? Ja. Goed zo. Ga ik gewoon door. Een hele goede morgen. Morgen. En je denkt, waarom zit mijn haar zo strak naar achteren? Waarom zit je haar zo strak naar achteren? Nou, dit is mijn out of the shower look. En die vond Sergio heel leuk. Dus ik heb dat vastgezet. Halle Berry look. Ik denk dat ik krullen leuker vind, maar goed. Whatever pleases you. Ja, maar je hebt nu en krullen en slick sexy
Back. Wij zijn onderweg naar het huis. Want onze eettafel wordt gebracht. Ja. Dus dan zijn we echt bijna compleet. Dinsdag komt Jesse Silver's bed. En dan ons bed nog. Ons bed komt dan in augustus. Maar goed, we hebben iets om op te slapen. Dus dat geeft niet. En we kunnen onze handen wassen. En we kunnen onze handen wassen. Inderdaad. Theoretisch gezien kunnen we koken. Koken, vaatwasser. Maar ja, we willen wel de keukenblad echt nog wel even goed vastgezet hebben. En ons probeersel uitvoeren. Dat wordt ook nog wel heel spannend. Dat we morgen mee kunnen gaan beginnen. Ja. En ondertussen gaan, als het goed is, de aannemers weer verder met de badkamer. Die gaan al als een speer, moet ik zeggen. En daarna gaan wij eventjes langs oma Petra. En dan gaat Jesse Silver even spelen. Want oma Petra is zo lief om even op te passen op onze watervlokkie. Daarna gaan we eventjes naar Limburg. We gaan even naar Limburg. En waarom? Wij gaan een hele lieve volger van ons bezoeken. Is we wilden ook, eigenlijk verrassen. Moet dat niet. Ja, we wilden eigenlijk verrassen, maar dat is niet mogelijk met haar conditie. Moet dat niet. Wat moet dat niet? Niet naar het park. Niet naar het park? Nee. Oh, oké, gaan we niet naar het park. Want zij is eigenlijk al heel lang ziek. Maar daarentegen is ze eigenlijk ook weer een wonder. Want zij had volgens mij al 10 jaar dood moeten zijn. Dus zij is ook voor de artsen een wonder. Desalniettemin is haar conditie wel heel slecht en is ze volgens mij bedlegerig. Dus we hebben gewoon gezellig met haar afgesproken. Zij heeft mij heel erg geholpen. Ja, schatje. Je moet niet naar het park. Oké. Okay. Dan moet je ook niet naar een nieuw huis en dat wil ik niet. Oh, oké. Okay. Mag ik even verder praten? Dankjewel. Ja, zij heeft mij ook vooral online heel erg geholpen. Door zo positief te zijn en haar positieve verhalen aan ons te vertellen. Ze is ook weer een toppunt van positiviteit als je weet wat zij allemaal heeft. Maar ook tijdens mijn chemo's sturen ze cadeautjes. Ze heeft haar man een briefje meegegeven. Die ging naar een punt van Benevaartsoord. En daar hebben ze een wens over ons, zeg maar, de lucht ingestuurd. Of achtergelaten, moet ik eigenlijk zeggen. Uit laten spreken. En dat is gewoon super bijzonder en super lief. Dus wij wilden haar heel graag in het echt ontmoeten. Maar ja, het gaat nu ook wat slechter met haar. Ja, ze hebben nou een paar weken terug iets in haar hoofd gevonden. Ja, en dat is nooit goed natuurlijk. Dus ze vertelde al dat ze er ontzettend veel zin in heeft en dat ze heel erg uitgeslapen heeft. Ze heeft zelfs gisteren, of eigenlijk eergisteren, van 11:00 s'avonds tot 4:45 de volgende dag geslapen. Dat is behoorlijk. Kon ik maar zo lekker slapen. Dus dat is super lief. En ze heeft de Limburgse vlaaien besteld. Oh, ja, heerlijk. Dus wij hebben er ook ontzettend veel zin in. Dus we gaan en route. We zijn in Limburg. Ja. Praat jij uit Limburg? Zie jij kan het goed? Nee, ik kom niet uit Limburg. Hè. Ik kom uit Brabant. Dat weet ik, maar jij kan wel heel goed Limburg spreken. Hè? We zijn in de straat waar ze wonen. En ik sta tenminste achteruit, dat is niet goed, hè? Zo, parking. Nu staat hij goed, hè? En ik kan wel zeggen dat het hier een stuk warmer is dan in Den Haag. Het is echt 26 graden, lekker hagelig, hè? En ik denk dat we op moeten schieten, want we zijn eigenlijk al bijna een half uur te laat. En we moeten ook nog een heel stuk terugrijden. Dus, haaien! We zijn weer op de terugweg. Met heerlijke Limburgse vlaaien. Ja, en cadeautjes voor Jesse Silver. En cadeautjes voor Jesse Silver. Nou, dat is toch echt zo ontzettend lief. Het is ook veel later geworden dan we eigenlijk dachten dat het zou worden. Want okay. Ja,
Zo. Ineens was het 6:30. Ja, want we moesten natuurlijk wel rekening houden met haar. En dat waren ook helemaal van plan. Maar het was zo gezellig. En toen was het toch ineens 6:30. Als het zo gezellig is, dan heb je helemaal geen erg erin. Nee, maar zij moet 3 dagen bijkomen. In de tijd, ja. Maar het was zo ontzettend gezellig. We hebben niet gefilmd bij haar. Gewoon ook vanwege privacy. En we gingen niet voor de vlog naar haar. We gingen gewoon omdat we echt naar haar toe wilden. Maar ik denk dat ze... Ik ben blij dat we het gedaan hebben. Ik ben ook heel blij dat we het gedaan hebben. Dat je soms... Leuk dat we ze ontmoet hebben. En, ja, dat je gewoon soms echt even de moeite moet nemen om zoiets te doen. Ja. Want vaak heb je wel het idee en dan doe je het uiteindelijk niet. En dan heb je achteraf spijt. Maar we hebben zo lekker gekletst. Ja, het is gewoon een hele bijzondere vrouw en ook man trouwens, want die verzorgt haar en met heel veel mensen om hem heen. Maar ja, hij doet ook heel erg veel en zij is eigenlijk al 30 jaar zie ik. En nu helaas ook bedlegerig. En, maar toch nog steeds positief zo vrolijk. Ja. En super humor gewoon met z'n tweeën, daar hou ik echt ontzettend van. Ja. Een beetje... donkere humor, of zeg je dat? Zwarte humor. Ja, een beetje pesten, elkaar een beetje geinen. Ja. Ja, maar dat helpt je er ook wel doorheen, denk ik. Hè? Met alles, want humor is wel heel erg belangrijk als je dat niet meer hebt. En super verzorgd. Helemaal geen zieke vrouw om te zien, nee, eigenlijk. Het rook ook zo lekker. Het rook heerlijk in de kamer. En oh, ik hield van haar stijl en van de. Van die kopjes en bordjes en dat koffertje en kussens en super leuk en ja, wel zuurstof, maar en een morfine lolly was dat volgens mij? Fentanyl volgens mij. Oh ja, ja. Maar gewoon iemand die zich nog steeds helemaal verzorgt in een mooie jurk, sieraadjes om, laten haren doen, opgemaakt, ja. Echt een voorbeeld. Zoals ik eigenlijk ook wel zeg. En wat ik ook heb geprobeerd te doen. Is me toch tijdens mijn ziek zijn. Me gewoon op te maken. En toch even leuke kleding aan te doen. En je dan maar aanpassen op je kale hoofd op dat moment. En, maar het voelt gewoon ook heel anders. Is dat gewoon dat slangetje zuurstof in de neus had zitten. Anders had ik gezegd van er ligt gewoon een vrouw die even een dag niet lekker is. Ofzo. Ja, absoluut. Ja, en dat is toch ongelofelijk met alles wat ze mankeert. Nou. En... er is zelfs een moment geweest dat ze er nog maar 6 weken hadden gegeven en dat ze alles al had geregeld. En dat ze op het laatste moment dacht... Toch even naar België. Ja, er ging om tumoren in de lever. En dat ze dacht, 1 laatste kans, laat ik toch eens bellen naar België. En die hadden net een apparaat op proef vanuit Amerika die dus tumoren konden invriezen van de lever. En dat zou niet zozeer letterlijk invriezen, maar bevriezen. Bevriezen, sorry. Ja, bevriezen. Ja, invriezen is heel gek. Nee, bevriezen. En dat zou ongeveer 5 jaar houden. En, ze is, en dat is nu ook al om. Ja, waardoor het bevriezen wordt gedaan door het soort van... ja, ze doen dan iets en dan wordt het soort van ingekapseld. Ja, ja. Dus dan bevriezen ze die tumoren, waardoor het niet verder groeit en niet verder uitzaait en zo. Ja. Dus dat vind ik ook even belangrijk om benoemd te hebben. Want wie weet zit er wel een van onze volgers, wie dat aangaat of iemand kent, dat er dus blijkbaar is. Ja. Weet je? Dus, en geef niet zomaar op. Want doordat zij dacht, ik ga toch nog iets doen en ik ga toch nog even verder kijken dan mijn neus lang is. En dat is toch al veel langer geleden gewoon, dan die 5 jaar. Ja. Daardoor is ze er gewoon. Is ze er gewoon nog, ja. Maar gewoon een vrouw die eigenlijk al vanaf de 17e ziek is, in rolstoel is beland. We gaan je benen amputeren. Een of andere operatietje uitgevoerd. Wat ze eigenlijk nooit hadden mogen doen. Dat echt een beetje vooroorlogs was eigenlijk wat ze hadden gedaan. Ja, precies. De thermostaat hebben ze een soort van uitgeschakeld. Als ik het verkeerd zeg, Ingrid, reageer vooral. Ik heb zoveel mooie verhalen verteld. Ik probeer het een beetje te vertellen. Maar ja, ik heb wel echt met mijn open oren, wou ik zeggen. Ik ben heel open erg moe, merk. Ja. Open mond zitten luisteren naar verhalen. Vooral van hoe dingen fout gaan. En dat je denkt, je komt in een ziekenhuis. Ze zullen het heel wel weten. Maar blijf echt wakker.
En let heel goed op naar alles wat ze doen. Want ja, ook dat zijn gewoon maar mensen. En sommige mensen zijn heel erg lomp en denken gewoon niet na. Nee. Als ook iets met verkeerde medicijnen en zo. Dus ja, nou, dan gooien ze toch weg of zoiets. Denk je. Ja. Ja, het waren echt verhalen dat je denkt, dit verzin je toch niet? Nee. Ja, echt bizar. En ja, ik heb natuurlijk ook heel erg alles opgeschreven. Dingen uitgezocht, veel vragen gesteld. En ik weet ook dat sommige mensen ja, dat niet doen. Of helemaal ja, van slag zijn en een beetje lam geslagen. Waardoor ze maar blind vertrouwen op wat een arts zegt of doet. Ja. Maar ja, hou het goed in de gaten en blijf zelf ook nog even alert, weet je wel. Ja, en daar is zij een heel goed voorbeeld van. En hoe geweldig zij nog is. Maar ook aan Willem gewoon, wat een prachtvent. Ja, echt fantastisch. Hij vertelde net wel dan helemaal op het einde dat van, hij zegt van ja, je rolt daar dan in, hè, met je verkering. En iemand wordt ziek. Het was niet gelijk dat ze doodziek was. Dus hij zegt, in de loop der jaren is ze zieker geworden en rol je daarin. En dan nog zijn er mensen die keihard wegrennen, maar dat heeft hij dus gewoon nooit gedaan. Nee. En ze zijn er gewoon altijd voor elkaar geweest. Ze vullen elkaar aan. Ze beperken elkaar niet. Nee, want zij gunt hem ook zijn tripjes naar Griekenland. Ja. En ja, nou ja, hè, laat hem daar in heel vrij. Hij werkt. Maar ze had toch nog heel veel te vertellen. Je hoort wel dat zij gewoon nog wel meedoet. Ja. Hè, dat ze elkaar veel te vertellen hebben. En ja. Ja, meedoet. Zelf meedoet, maar ook voor hem. Ja, precies, maar meedoet heel in het leven dat meteen nog. Meteen dingen belt van dit en dit. Ja. Want vaak worden sommige zieke mensen worden gewoon niet meer als volwaardig aangezien. Ze vertelde een verhaal over een katheter die ze dan moesten inbrengen. En dat ze het allemaal niet goed konden zien. En dat iemand gewoon even met een telefoontje boven de flamoes gaat zitten schijnen met een lampje. Dat soort dingen dat je denkt, hallo, hier ligt nog steeds een mens. En dat ze daar echt wel heel erg last van heeft gehad, psychisch. En dat daar gewoon niet bij stilgestaan wordt. Weet je, daar ligt gewoon een mens nog steeds voor jou. En bedenk even hoe het voor jezelf zou zijn. Ook als je bijvoorbeeld zorg nodig hebt voor de toilet bijvoorbeeld. Ja. Dat daar dan elke keer heel iemand anders zou staan maar om jou te helpen. Ik hoop dat dat toch wel een beetje dat toch een uitzondering is. Ja, dat dit want gewoon echt... Ik kan echt... me niet voorstellen dat... heel veel mensen zijn die tijdens zo'n dingen denken, ik pak mijn telefoon er even bij en voorbij schijnen. Ja, maar zonder aankondiging dat je in een banaansplit zit. Of, ja, precies. Of split. Dus, ja. Nee, maar dat is, ja. Maar, weet je, bedenk gewoon nog steeds dat je met mensen te maken hebt en hoe zou het zijn als jij daar ligt in zo'n positie. Blijf menselijk en ja, alert. Ja. Maar wij zijn heel blij dat we jou in het echt hebben ontmoet, Ingrid. Hebben we net al gezegd natuurlijk, maar bij deze nogmaals. En ja, jij hebt mij ook in sommige tijden gewoon er doorheen gesleept. En ja, daar ben ik heel dankbaar voor. En zo, wat ik altijd zeg, samen, samen sterk. Samen, samen sterk. En ja, zo kan je toch nog iets betekenen. Ook al zit je zelf in een moeilijke situatie door het te delen, door iemand te steunen, je ervaring te delen, tips te geven, kan je toch echt nog wel iets betekenen voor een ander. Om met het motto van Suus te praten. Samen is sterker dan alleen. Ja. 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 Dus wij gaan nu weer onderweg naar Tilburg. Ik hoorde net van oma Petra dat Jesse Silver heel lief is geweest. Dus daar zijn we heel blij mee. En dat het hartstikke gezellig is. We gaan heel even tanken in Duitsland, ja. En dan is de dag alweer bijna voorbij, want het is toch ongeveer 2,5 uur rijden vanuit Limburg naar Den Haag. Ja, gaan we nog naar het huis? Ja. Denk het niet, hè? Denk het niet. Denk niet dat we dan nog gaan redden. Nou ja, eer dat we thuis zijn is het 9 uur. Ja. 9 uur? Uur. 9 uur. Ja, kijk, gaan we naar dat... Leuk man. Leuk. Oh. Oh zo, en we zijn goed verzorgd? Oh zo, hey. En lekker soepie. Lekker soepie, broodje. Een Limburgse fly, een broodje. Ik had al echt zo'n stuk Limburgse fly. Ja, jij hebt gewoon nog een stuk genomen. Wil je nog een stuk? Ja, zeker.
En we hebben zelfs een fly meegekregen, nou. Ja. Heerlijk. Vanavond nog een fly lekker, dus... niemand weten, maar... Oei. Nou, we gaan even lekker zingen in de auto. Zingen? Niet? Wat gaan we zingen dan? Nee, nog niet. Oké. Wie zie ik daar? Dag kleine waterpokkie van me. Een hele goede morgen. Ja, je denkt, waarom is René zo opgedoft? Er komt namelijk een fotograaf dadelijk van het AD. Want ze hebben een klein interviewtje met mij gedaan voor de AYA Foundation. Dus jong volwassenen met kanker. Om dat meer onder de aandacht te brengen en ook meer te realiseren waar jongvolwassenen nou tegenaan lopen. Dat toch een andere doelgroep is dan mensen bijvoorbeeld van 50, 60 plus of van kinderen. En daar willen ze dus meer aandacht aan geven. En ik heb er een interviewtje over mogen afgeven en dan komen ze vandaag even een foto voor maken. En als het goed is, komt hij morgen al online. Dus ik ben heel benieuwd of ik hem kan zien. Misschien is dat er al. Het zit er al weer op. De fotograaf is geweest. Heeft wat leuke kiekjes geschoten. Ook met Jessie en met Sergio op de achtergrond. Dus ik ben benieuwd welke ze gaan kiezen. Hij komt morgen in het AD. Dus superleuk. Zo, ik ben dus vandaag... op het nieuws geweest bij het AD. Ik stond in de krant, jongens. Hebben jullie mij toevallig gezien? Ik ben geïnterviewd over jongvolwassenen met kanker. En daar willen ze meer aandacht aan besteden. Dus dat is super tof. En ik ben gevraagd om te spreken namens de AYA Foundation. Dus dat deed ik natuurlijk heel graag. Dus ik stond in de krant. En vanochtend ook nog even een klein interviewtje gedaan op live nieuws op ad.nl. Ik vond het leuk. En vandaag is alweer mijn laatste dosis van kuur 5. Dus ik moet eerst even wat eten, binnen een half uur. Dus ik neem nu even mijn shakey. En dan gaat mijn laatste dosis er alweer in. En dan kan hopelijk volgende week kuur 6 beginnen van de 8. Niks maakt nog uit. Het enige wat uitmaakt is zorgen dat je weer beter wordt. Je ziet foto's van jezelf terug waarvan je toch dan de hele tijd denkt... Godverdomme, toen had ik het waarschijnlijk al en ik wist het niet. Ja, je hele leven eigenlijk. Ik heb gewoon het gevoel dat ik achterloop. Mijn werk die op dat moment stopte. Vrienden die hebben allemaal al een goede baan, ze hebben een huis, ze hebben kinderen en ja, zover ben ik eigenlijk nog niet. Je ziet wel dat iedereen doorgaat met zijn leven, leuke dingen gaat doen. Ja, dat is wel een confronterend moment dat jij letterlijk stilstaat. Nee, toen ik ziek werd had ik never nooit niet gedacht dat ik tegen zulke problemen aan ging lopen. Die zorg maakt de AYA Jong en Kanker Foundation voor alle jongvolwassenen beschikbaar. Unpass the AYA. Doneer nu op ayafoundation.nl. Nog niet zo lang geleden hebben wij een vlog online gedaan met heel verdrietig nieuws. Nou, moet ik jullie melden dat Suus overleden is. Dus het is gelukt om ze nog te trouwen. Ik geloof dat hun familie, die heeft het binnen 3 dagen voor elkaar gebokst om gewoon een volwaardig huwelijk neer te zetten. En het is gewoon niet te bevatten wat Hoe ze daar nog bij stond. En
staan en enthousiast zoals Vas. En maakt het zo onwerkelijk. En, kom hier, Mojo. En ja, het is gewoon niet te bevatten dat het in zo'n korte tijd zo snel getrouwd is gegaan. En dat ze gewoon niet meer komt. Maar voor haar, hoe stom dat ook altijd klinkt, was het op dit moment beter. Want ze had heel erg veel pijn in de hoofd. En als er dan geen uitzicht meer is om iets voor te vechten, dan is het beter zo. De honden zijn er ook niet. Ja, nu naar Suzanne. We gaan niet naar Suus. Nee, andere Suus. Andere Suus gaan we naartoe. Ja. Eindelijk ontmoeten ze elkaar. Nou, we zijn aangekomen en ik wil jullie even kennis laten maken met deze topper. Suus! Hi, Suus! Ja, en het is een oude vriendin van Sergio. Mm-hmm. Ja. Maar wij zijn nu lotgenootjes geworden, helaas. Maar daardoor word je ook gewoon een beetje vriendin op afstand. Zeker, hè? Ja. Zeker. En ik wil even zeggen, ja, carnaval van binnen! Dat het leven een feestje is. Zeker. En zij is echt een enorm voorbeeld. Want triple negative, met uitzaaiingen. Maar ze is hier nog steeds. En ze houdt het super goed vol. Ze heeft een bos met haren nog. En de uitzaaiingen zijn niet meer te zien. Al een half jaar niet meer. Nee. Super. Maar wij gaan het zo lang volhouden dat het gewoon geneest. 30 jaar. Absoluut. En nu een feestje! Ja.